Ben je een man van de statistieken? Ik denk het wel. Ik denk dat het rendement wel redelijk hoog is. Ja, maar momenteel nog niet. Nee, want in de jeugd heb je wel eens 20 assists gegeven in een seizoen. Mm-hmm. Vanavond geef je een bal voor. Staat Eliano Reinders helemaal klaar om hem in te kopen. Heb je bijna je assist te pakken. Komt er zo'n Fortunees tussen met zijn hoofd. Het schiet ook niet op, hè, wat cijfers betreft dan. Nou, uiteindelijk valt de goal. Dus dat is belangrijk voor mij. Maar tel je hem als assist? Dat niet, maar ik denk als ik die bal niet had gegeven, was die goal ook niet gevallen. Dat en als die verdediger niet had gestaan, was hij er binnen gelopen. Weet je of die bal trouwens binnen was? Ik had nu rustig zitten. Precies op de lijn, dacht ik. Anders had ik het wel gezegd. Is dit een bal die je hoort te geven? Vaak zijn dit momenten waar jullie op trainen? Nee, maar als ik hem zie lopen en hij ligt er, dan geef ik hem gewoon. Wat vond je van jullie spel vandaag? Nou, qua balbezit denk ik dat wij wel echt merendeels balbezit hadden. En ik denk dat we goed vanuit achteruit hebben opgebouwd en gevoetbald. Maar ik denk ook dat we onszelf tekort hebben gedaan door te weinig te gecreëerd hebben. Ja, vooral in de tweede helft domineren jullie. Mm-hmm. Hebben jullie de bal, mm-hmm. Hebben jullie Fortuna op de rug liggen misschien wel. Ja. Maar hoeveel echt grote kansen heb jij geteld? Misschien 2 of 3 maar. En inderdaad, heb je de hele tijd de bal. Kom je tot aan de 16 en daarna druk je niet door. Omdat ik denk, misschien komen we tekort aan lopende mensen of diepgang. Of zijn de eindpases niet goed. Maar we houden de bal wel. Maar ja, als je zoveel balbezit hebt, moet je ook meer creëren, vind ik. Ja, waar ligt dat dan aan? Is dat Fortuna ook dat het goed doet? Is dat afstemming bij jullie? Ik denk dat het afstemming bij ons was in dit geval. Omdat ik vond dat wij Fortuna in onze broekzak hadden qua balbezit en voetbal. Ik denk dat zij de hele tijd opportunistisch hadden gespeeld met de lange bal. Ben je al een beetje zenuwachtig voor morgen? Nee, hoezo? Dortmund-Bayern? Nee, niet zenuwachtig. Vertrouwen erin. Het moet een keer goed gaan. Ga je kijken, uiteraard. Tuurlijk. Veel plezier ermee, dankjewel. Dankjewel, ja, fijne avond.